Ik ben nu verder met toer 2. De eerste toer was 5 vaste, 2 losse, 5 vaste, 2 losse. Dan ga je de volgende toer met 1 losse omhoog en 1 vaste in die opening. En dan ga je beginnen met 1 losse, 3 vaste op de vaste in het midden en dan weer een losse, een stokje, een losse, een stokje, een losse en dan weer 3 vaste in het midden van die 5 en haak maar mee en dat is toer 2. Dus je begint die toer met een losse, dan zet je 3 vaste in het midden van die 5, dus dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5. In die middelste 3 zet je 3 vaste. Dit is 1. Dit is 2. En dit is 3. En dan weer 1 losse. En dan weer in die opening. Zet je een soort V-stick. Oh wacht, we moeten nog even 1 lossen, sorry hoor. Wat heb ik dan nou gedaan? Ja, dit was de vaste. 1 lossen. En dan in die grote opening een V-stitch. Dus de stokje, een losse en een stokje. En dat is eigenlijk alweer toer 2. Dus een losse. Dan op die 5 vaste zet je in die 3 middelste zet je weer vaste. 3 vaste. 1, 2, 3 en een losse. En weer in die grote opening een stokje, een losse. En een stokje. En dan weer een losse. En dan pak je weer, sla je dus 1 vaste over en dan zet je 3 vaste op de vaste. En dan weer een losse. En dan weer op de opening een stokje. Of in de opening en een losse. En weer een stokje. En zo maak je die hele toer af. Dus het is een... Ik zal het even inzoomen. Op die eerste toer... Ik zal even in het begin beginnen. Hier zet je even een losse en een vaste, dan weer een losse en dan zet je 3 vaste op de vaste, dan weer een losse, dan weer een stokje, een losse, een stokje en dan weer een losse en op de onderste 5 zet je in het midden die 3 vaste en dan weer een losse, een stokje, een losse, een stokje, een losse. En zo maak je toer 2 af. En als je daar bent, dan zie ik je weer.